Dennis! Ja. En ik had nog wel even door kunnen gaan. Ik denk, ik doe alleen de korte versie. Nee, ik vond hem heel goed, die korte versie. Hij gaat lekker, hè? Hij gaat super lekker, ja. We zien een beetje de jetlag in je oogjes. Ja, op dit moment ben ik een beetje wit. En heb ik het een klein beetje zwaar. Maar nee, het gaat super lekker. Ik kan echt niet klagen. Want je komt net weer uit Amerika terug? Ja, ik ben letterlijk gisteren geland. 2 weken tour gedaan, solo tour. Canada, Amerika. EDC in New York gedaan, wow. Een paar grote festivals. Echt super vet. Oeh, en dat EDC, dat is wel echt... Je hebt Ultra, EDC dat zijn toch wel de grotere festivals voor de Amerikanen, zeg maar. Zeker. Vorige week, Rehab nog in de studio, die stond er ook op EDC. Ja, klopt. Die heb ik alleen net gemist, maar ja. Maar dat geeft toch maar wel even aan dat die Amerikanen wel dol op je zijn. Ja, weet je wat het is? Die markt is al zo aan het exploderen nu op dit moment. En iedereen is alleen maar, het is alleen maar EDM wat je daar hoort. Dus dat is voor ons natuurlijk super mooi, voor ons Nederlanders. Ja, nou ja, zeker omdat wij daar gewoon hartstikke goed in zijn. Jij sowieso, want je hebt net weer een nieuwe track uit. Ja, ik ben echt als een malle in de studio bezig. Dear Life heet die? Dear Life, ja. Bright Lights. Ja. Ja. Ja, nou ja, sowieso Bright Lights kennen we natuurlijk van je maatje Dyro. Klopt. Never Say Goodbye heeft hij toen samen met Hardwell gemaakt in Bright Lights. En toen dacht je, nou, dat stemmetje, dat vind ik ook dat wel Dat bevalt wat. Me wel. Nee, nou, zo is het eigenlijk helemaal niet gegaan. Want ik had die plaat in november gemaakt, die instrumental. En wat doe je dan? Je gaat hem uitsturen naar een aantal vocalisten. En dan hoop je dat er iets goeds terugkomt. Ik had 2 hele goede mannelijke zangers teruggekregen. Maar ik wist niet dat mijn management hem ook naar Bright Lights had toegestuurd. En die stuurde toen echt naar die vocal. En ik had zoiets van, ja, dit is hem gewoon. En eigenlijk, ik dacht nog bij mezelf van, ja, weet je wel, Hardwell, Dyro hebben we eigenlijk Lights, al gebruikt. Dus waarom zou ik het dan doen? Maar zij wilde hem zelf zingen. En ik dacht van, ja, dit is gewoon de beste. Cool, beste man. Keuze. Nou, we gaan hem zo horen. Maar eerst wil ik toch even een beetje je avonturen horen. Wat is het meest bizarre wat je hebt meegemaakt in de afgelopen tijd? Deze tour heb ik letterlijk gewoon een paar BH's naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Oh, nice. Dat is een goede zaak altijd. Dat was heel apart. Dat gaat in Amerika toch, zijn ze, ik heb het idee dat ze, ja, ik volg zo'n Twitter-account, Pretty Ravers. Ik heb het idee dat het allemaal wat seksueler is, dat raven in Amerika. Ja, ik heb af en toe het idee dat ze alleen maar gewoon een topje aantrekken. Niet normaal, hè? Niet normaal. En dat topje, dat geven ze dan aan het einde ook nog aan jou, natuurlijk. Exact. Maar is dat al een keer helemaal uit de hand gelopen? Nou, we weten, jij bent een nette jongen natuurlijk. Ik ben een hele nette jongen, ja. Maar ze staan wel gewoon voor je kleedkamer toch te kijken of ze nog even mee naar binnen mogen. Ja, misschien. Nee. Hey, en is het al zo dat je... Nou, je komt natuurlijk in heel veel landen nu. Ja. Er gebeuren ook wel eens rare dingen. We hebben wel eens verhalen gehoord van... Bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren dat Ferry Korsten... Die zei ooit dat hij ergens in Colombia of zo was. Zuid-Amerika toen, in ieder geval. Ja, Zuid-Amerika. En dat hij met een klein vliegtuigje een korte vlucht moest maken. En dat toen de piloot zei... Wacht, ik doe even een looping. Heb jij al zoiets gehad? Holy shit, nee. Dat gelukt niet. Maar in Guatemala was een I Am Hardwell concert. En daar was ik de support act. En wij kwamen daar aan. En die mensen werden verslagen gek gewoon. Die zijn... Met z'n allen op die auto afgestormd. Jezus. Nou, ik ben niet snel bang. Maar ik was echt... Ik zat gewoon onder mijn stoel bijna. En toen op een gegeven moment waren we door een hek heen. Toen dachten we, zijn we veilig? Liepen ze met z'n allen dat hek omver. Kwamen ze ons achterna gerend. No way. En dat zijn dan mensen die uiteindelijk gewoon... Jou zien zitten. Precies. Die willen gewoon een handtekening. Die willen je aanraken en wat dan ook. Dus dat was wel redelijk eng, ja. Ja, dit kan je bijna niet voorstellen. Is het dan, heb je dan ook weer een beetje een soort beide voeten op de grond moment als je weer terugkomt in Nederland? Ja, 100%. Maar ik ben sowieso, probeer ik dat altijd te doen. Ik ben gewoon een normale jongen. En ik heb ook altijd zoiets van, waarom doen mensen zo enorm uitgelaten als ze mij zien? Want ik ben gewoon een normale jongen die muziek maakt. En leuk dat jullie het leuk vinden, maar ik ben nog steeds down, weet je wel. Ja, tuurlijk, maar het heeft wel impact. Weet je? Er zijn mensen die, die leven echt voor jouw muziek. En de muziek van de DJ's waar je veel mee omgaat. Ik bedoel, dat levert soms ook dingen op als tattoos en zo. Ja, inderdaad. Tattoos, nou, dat is voor het eerst na dit jaar dat ik 2 mensen die een tattoo hebben laten zetten. Een Danik tattoo. Maar wat wel heel mooi was, vorige bustoer, we hebben weer een bustoer gedaan in Amerika. En er kwam een meisje, die stond met zo'n grote Don't Panic, Listen to Danik bord. Nou, Don't Panic, Listen to Danik. Ja, die heb ik even backstage gehad en die begon echt meteen te huilen. En die vertelde dus echt dat zij zelfmoord wilde plegen, omdat ze, allerlei privéredenen. Oh. Maar dat ze door dat nummer, Dear Life, wat ik net heb gemaakt, dus dat ze daar kracht uit heeft geput. Jezus. Ja, dat was wel even een momentje dat ik dacht van... Dat maakt wel indruk. Meen je dat? Weet je wel, ik heb dat thuis achter mijn computer zitten maken en... Nou ja, goed, dat je iemand zijn leven letterlijk kan redden met muziek. Ja, voor jou is het sowieso, je valt van het ene gekke moment in het andere gekke moment. Heb je überhaupt nog wel tijd om lekker in de studio te zitten? Nou, ik ben echt letterlijk gewoon, ik neem mijn laptop elke keer mee. Mm-hmm. En dan maak ik opzetjes, maar ik heb wel mijn studio nodig om het af te maken. Dus elke spare time die ik heb thuis, dan zeg ik, sorry papa, mam, ik moet echt even in de studio zitten. Dus, hoe zien we dat dan? Dat je dus, want ik weet dat ook heel veel jonge producers zitten te luisteren nu naar Radio 538. Die denken, nou, ik wil toch een beetje weten hoe die dat dan doet. Ja. Is,
Wat doe je dan op die laptop in het vliegtuig? Mijn laptop is een exacte kopie van mijn studio thuis. Mm-hmm. Behalve dat ik dus niet mijn monitoren heb. Dus wat ik daar bedoel je? Mijn speakers, ja. Sorry. ik ben al helemaal in de... Ja, ik denk ik help even handje. En op het moment dat ik dus een melodietje heb, wat ik heb opgenomen op mijn iPhone of wat ik ter plekke verzin, dan ga ik dat meteen, ga ik daar akkoorden onder maken en dan ga ik dat in mijn laptop, zeg maar, maken. En dan kom je in de studio en dan ga je kijken van oké, hoe klinkt het nou, weet je wel, als ik het... Ja, een beetje het zaalidee, zeg maar. Precies, om te zorgen dat het goed klinkt, heb ik echt mijn studio speakers nodig om dat te mixen uiteindelijk. Nou, over mixen gesproken, dat gaan we je zo laten doen. Maar je kent ons, we hebben wel even... Zullen we er gewoon eentje doen, omdat ik graag... Eentje maar? Ja, ik wil lekker lange sets van Danny. De 538 vragen die niemand durft te stellen. Ja, het is echt een mazzeltje, je hoeft maar één getal te kiezen tussen de 1 en de 538. 15. Dat is de volgende vraag. Heb je wel eens een appje, een sms'je of een berichtje naar de verkeerde persoon gestuurd en dat het pijnlijk werd? Dus een sms'je dat eigenlijk voor iemand anders bedoeld was. Wauw, dat is een goeie zeg. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee, volgens mij niet. Nee, nooit zo'n gênant moment. Nee, ik ben best wel to the point, best wel on point, zeg maar. Dat gebeurt niet bij mij. Of dat je bijvoorbeeld aan Hardwell wil sms'en. Jezus, wat is die plaat van Nicky Romero kut. Dat je broek naar Nicky Romero stuurt. Nee. Goed, Derek, mogen we jou verzoeken om plaats te nemen in onze DJ-booth? Ik vind het heel tof dat hij er is. Net terug uit Amerika en met een klein beetje jetlag gaat hij hier de studio op zijn kop zetten. Ladies and gentlemen, Derek! Yeah.
I met you in
studio. Jordan Ed's nieuwe track, Dear Life. Samen met Bright Lights. En we laten hem nog even knallen, omdat het zo ontzettend lekker gaat. Danik. Wakker blijven. Heerlijk. Ik zie ook alleen maar positieve tweetjes en sms'jes. Mensen die het heel lekker vonden. Top. Hey, wat zit er allemaal nog aan te komen? Want je staat morgen ook op een heel vet feest, toch? Ja, morgen sta ik op City Moves in Den Bosch. Daar kan ik nog kaarten voor weggeven trouwens, als je wil. Cool. Ja. Nou, laten we even... Misschien wel leuk als je me even kan tweeten. @DennickDJ. @DennickDJ op Twitter. Gewoon tweet me even en ik kan kan een kaarten weggeven. Hoppa. Dus, heb je zin om morgen Dennick live te zien in Den Bosch? Tweet hem even. @DennickDJ. Ja, Danik, ik heb zelfs, dit is ook mooi, er zit iemand uit Spanje zitten luisteren nu. Ja, Eduardo Zara. Ons luisterpubliek wordt er een stuk internationaler van als we jou hier te gast hebben. Dankjewel dat je langs wilde komen. Dear Life is nu uit. Ja, samen absoluut. Met Bright Lights. Yes. Jij gaat snel denk ik weer terug naar de Verenigde Staten, hè? Volgende maand alweer. En tot die tijd even bijkomen? Nee, volle bak dit weekend. Volle bak, elke dag draaien. Nou ja, heel veel. Ervan. Ja, tuurlijk, het is het mooiste wat er is. Daarom. Heel veel succes, man. En dankjewel dat je voor langs wilde komen. Super, thanks, mannen. Mag ik nog één Twitter, hè? @DennickDJ. Mag ik nog één keer een heel groot studioapplaus voor Danik! Yeah.